ja, hoe moet je je personage spelen? Ik begin met het kennen van de tekst, vind ik altijd. Dat je die kan dromen. En, nou ja, die moet je wel echt zo kennen dat je kunt gaan vliegen. Hè? Want je hebt wat ik gisteren toevallig ook zei, een deel techniek. Maar het gaat om die 20% daarboven, dat je kan gaan vliegen. En daarin leer je je personage als het ware spelend kennen. Je hebt nooit een idee. En ik laat me altijd verrassen door de situatie in de tekst en mijn tegenspelers. In dit geval Maartje. Dus dat bepaalt uiteindelijk hoe ik het ga spelen. Het zit ook wel op, ik haal ook heel veel uit mezelf, levenservaringen, noem maar op. Maar daar zit een soort verglijding in. Eerst maakte ik hem een beetje malotig en toen werd hij wat te serieus. En nu werd hij, laatste keer vond ik hem nogal melancholisch, een beetje droevig. En dat klopt ook allemaal, want ja, ondanks het goede nieuws zit hij toch maar in een cel. En ik kan de mooiste dingen roepen, maar het is op zich heeft het wel iets weemoedigs. En dat vind ik ook een mooie kant op, geloof ik, die we aan het gaan zijn.